Hey, en leuk dat je kijkt naar een nieuwe vlog op mijn YouTube-kanaal. Ik weet niet wat het is, maar ik heb de afgelopen maanden de vlogcamera er niet zo vaak bij gepakt. Ik weet eigenlijk wel wat het is. Ik heb gewoon niet zoveel boeiend om te vloggen gehad de afgelopen maanden. Maar ik merk dat jullie de vlogs heel erg missen. Dus ik dacht, weet je wat, ik neem jullie vandaag gewoon mee in een heel chill, rustig dagje in mijn leven. Ik heb vandaag letterlijk geen plannen, dingen om te doen. Behalve dat ik zo meteen over een half uurtje naar de kapper ga. Waar ik eigenlijk nooit film, want ik heb gewoon een kleinschalige kapper. Maar goed, mijn haar is echt, zoals je kan zien, één, heel erg lang aan het worden. Ik ga altijd echt maar 2 keer per jaar of zo naar de kapper. Dus de laatste keer was in november. En het komt nu echt tot, nou ja, op mijn borst. En ik wil er echt wel een stuk af en ik wil er wat meer model in, want je ziet nog wel iets van de laagjes die er vorige keer ingeknipt zijn, maar het is niet heel veel. En we gaan natuurlijk bijna op vakantie. Als jullie dit zien, zijn we op vakantie of bijna? Geen idee hoe mijn planning precies zit, wanneer wat online komt. Maar in ieder geval, het is hard nodig. Dus ik wil gewoon eventjes wat eraf. Ik denk dat ik er toch best wel een stukje af ga halen. Misschien wel zoiets. Geen idee. We gaan zo meteen eens zien. Ik heb eigenlijk nooit echt heel erg veel plannen. Ik zeg altijd gewoon, joh, er mag wat af. In ieder geval dooi een stuk. Plus nog wat. En een beetje volume en model erin. En dan weet mijn kapper genoeg. Ja, dat. Ik wil ook al jaren eigenlijk iets van curtain bangs. Maar ik ken mezelf. Ik zit te veel aan mijn haar voor curtain bangs. Dan heb ik één. Dan moet ik het zien te stylen elke dag. Daar heb ik gewoon geen zin in. En twee, het is binnen no time vet. Omdat ik het dan de hele dag zo uit mijn gezicht aan het halen ben. Dus dat doe ik maar niet. Maar goed, ik ga dus zo meteen naar de kapper. Dan ga ik gelijk even een rondje wandelen. En ik denk even boodschapjes halen. Nog geen idee wat voor vanavond, voor het avondeten. En wat ik de rest van de dag ga doen. Ik heb werkelijk nog geen idee. Het is gewoon een dinsdag. Maar ik heb afgelopen weekend gewerkt. Voor een campagne. Dus ik dacht, ik neem vandaag even lekker vrij. Ik zit namelijk echt helemaal vol in alle voorbereidingen voor vakantie. Zoals je je waarschijnlijk wel kan voorstellen. Nu ik dit film heb ik nog exact 2 weken. Dus ik moet in die 2 weken nog een heleboel video's filmen, editen, campagnes klaarzetten, et cetera. Voordat ik weg kan. Dus het is allemaal even heel erg druk. Dus even een dagje niks is ook wel heel erg fijn. Dus ik ga vandaag even lekker rustig aan. Misschien wel lekker self-care dagje of zo. Me-time. En ik dacht, ik neem jullie gezellig mee. Want jullie missen de vlogs. Nogmaals, ik heb niet zo heel veel boeiend om je te laten zien. Al ga ik over een tijdje, volgende week, precies over een week voor mij, ga ik weer wat leuks doen. Dan neem ik jullie ook mee. Dus er komt nog een vlog aan voor de vakantievlogs. Maar ja, ik weet niet. Ik heb de afgelopen maanden gewoon niet zo de behoefte gevoeld om de vlogcamera erbij te pakken. Puur omdat ik gewoon letterlijk, ik werk, ik slaap, ik lees. That's my life. Dus leesvlogs zijn er geweest. Gewone vlogs niet zoveel. Maar goed, ik ga jullie vandaag gewoon weer lekker meenemen. Ik ga nog eventjes mijn kopje koffie opdrinken. Mijn tanden poetsen. En dan ga ik weg. Want over een half uurtje is mijn afspraak al. Gelukkig zit mijn kapper echt op een kwartier lopen of zo. Max. Ik denk zelfs wel sneller. 10 minuutjes, hè? Thuis en heb gelijk boodschapjes gedaan. En ik heb het echt bloedje heet. Het is echt super lekker weer. Dus ik ben heel blij dat ik mijn trui vanochtend al had geruild voor dit t-shirt. Maar alsnog, ik heb het zo ontzettend warm. Maar goed, mijn haar. Daar zijn jullie natuurlijk heel benieuwd naar. Nee, dit is hoe het eruit ziet nu. Er is echt wel een stukje af. Niet heel extreem veel, maar zeker een stuk af. Weer lekker laagjes erin. Er zit gewoon weer model in. Dus super blij mee. Ik moet natuurlijk wel even kijken hoe ik het weer zelf ga stylen. Ik weet niet hoe dat is, maar ik ben altijd iemand als de kapper het heeft gesteld, wil ik het altijd eerst even kijken, zelf weer een keertje wassen en stylen en doen. Dus ik heb pas donderdag weer een filmdagje gepland, expres, zodat ik het morgen zelf 's avonds even kan wassen en drogen en doen. Maar goed, ik ben er in ieder geval heel erg blij mee. Weer lekker fris en
zomers en klaar voor vakantie. Maar goed, daarna ben ik dus even langs de winkels gegaan. Ik ben ook, zoals jullie konden zien, even de boekhandel ingelopen. En ik weet dat ik in mijn laatste bookshop vlog had gezegd dat ik even een bookbuying ben voor mezelf gaan hebben. Ik heb ook niks gekocht. Maar ik ben bezig met een lijstje maken van boeken die ik wil vragen voor mijn verjaardag. Want wij gaan dus op vakantie. En ik ben echt een paar dagen nadat we terugkomen van vakantie ben ik jarig. En mijn moeder had zoiets, ja, die wil ik graag voordat we weggaan zorgen dat ik dingen in huis heb die ik voor je wil hebben of een nieuwe besteld hebben. Dus ik ben even bezig met een lijstje samenstellen. En ik dacht, ik ga nog even kijken in de boekhandel wat er allemaal ligt. Wat ik eventueel aan het lijstje wil toevoegen. Dus dat. En verder ben ik gewoon eventjes langs de Albert Heijn gegaan. En daar waren de Santa Maria dingen in de aanbieding. Tweede halve prijs. Dus we eten vanavond taco's. Taco seasoning en taco schelp heb ik daar gehaald. Ik heb daarvoor ook ijsbergsla gehaald. We hebben nog mais. We hebben nog ui. En als het goed is hebben we ook nog kaas. Dat ga ik even dubbel checken. Anders moet ik even mijn moeder appen of ze het straks meeneemt. En ik heb gehakt gehaald. En als laatste, ik zag dus in de bonus dat ze de ijskoffies van de Starbucks in de aanbieding hadden. Toen dacht ik, oeh, ik haalde vroeger nog wel eens zo'n groot pak van de Starbucks ijskoffie. Maar die is in verhouding best wel duur. En toen heb ik vorig jaar ontdekt dat ik die van Albert Heijn eigen merk ook best wel lekker vind. En ik denk dat dit hem is. Volgens mij is de verpakking gewisseld. Maar dit is dus de ijskoffie macchiato caramel smaak van Albert Heijn huismerk. Zelfs met de bonus op Starbucks is deze gewoon goedkoper. Dus deze ga ik lekker in de koelkast zetten. Want het wordt deze week lekker weer. Dus dan kan ik lekker mijn ijskoffietjes gaan drinken. Uit mijn nieuwe beker die ik laatst kocht bij de Action. Fantastisch. Ik heb er helemaal zin in. Ik ga voor nu eventjes chillen, even een beetje afkoelen. Ik denk even een andere outfit aandoen. Ik heb gewoon zin in een comfy chillen outfit en niet in een jeans. Hoe leuk deze jeans ook is. Even een was denk ik in de machine. Koffietje. En verder gaan we zien wat ik vandaag ga doen. Eén ding wat ik nu op de planning heb staan is mijn nagels. Want kijk even naar deze uitgroei. Ik heb gisteren wel al geknipt. Dus ze zijn een beetje op een normalere lengte. Want ze waren ook nog heel lang. Maar ik moet het er echt afhalen en iets nieuws op doen. Dus dat ga ik denk ik straks doen. Maar eerst even dit opruimen. Wassen in de machine, omkleden. En even rustig zitten met een koffietje. Daar heb ik echt even zin in. Nou, dat even omkleden en koffie drinken werd iets langer dan verwacht. Want het is inmiddels 2:50. Ik heb al geluncht. Mijn was is al klaar in de machine. Ik heb me dus omgekleed in deze heerlijke zomerjurk van Nora. Met de riem die je uit mijn Action Shop blog kon zien. Deze jurk kun je overigens op mijn Instagram terugvinden. Heb ik nog niet op YouTube laten zien, geloof ik. En ik zit nu klaar om mijn nagels te gaan doen. Ik ga eerst deze kleur dus afhalen en zo. En ik ga het je niet uitgebreid laten zien. Want ik heb helaas minder leuk nieuws. Deze kleur die je hier namelijk ziet, komt uit mijn eigen gel nagellak collectie. In samenwerking met Ecstatic Gel Polish. Die heb ik afgelopen herfst uitgebracht. Dit is de kleur Pumpkin Patch. En ik ga zo meteen de kleur Forest Walk aanbrengen. Het zijn misschien herfstkleuren, maar ik vind ze nu ook nog prima kunnen. Maar helaas vanwege privé redenen waar ik verder niet op inga, is Nina van Ecstatic helaas genoodzaakt om voor nu Ecstatic eventjes stil te leggen. In ieder geval tot het begin van komend jaar. Dus helaas, mijn collectie is voorlopig ook niet verkrijgbaar. We hadden al een hele lage voorraad. Om die reden is er ook al die tijd niet echt meer bijgevuld. Dus heel jammer, maar ik snap het wel helemaal. En Nina moet gewoon even deze tijd nemen. Dus dat vind ik super goed van haar. Maar vandaar dat ik dus niet uitgebreid ook inga op de nagellak of iets dergelijks. Eenmaal al heel lang niet hebt gehoord over de collectie. Want ik wilde haar gewoon niet extra druk opleggen door alsmaar zelf te blijven verkopen. Terwijl zij privé eventjes dingen gaande heeft. Maar goed, ik ga wel mijn nagels doen met mijn eigen lakjes. Maar dan weet je dus dat je ze helaas momenteel niet kunt kopen. Wat wel heel erg leuk is, is dat ik ondertussen een luisterboek wil gaan aanzetten van Thomas Oldeheuvelt. Muze heet die. En ik ben hier heel benieuwd naar. Ik heb dus werkelijk geen idee waar het eigenlijk over gaat. Maar Thomas Oldeheuvelt is letterlijk de enige Nederlandstalige auteur waarvan ik, als hij nieuwe releases heeft, alles lees. En hij heeft speciaal voor Storytel een heel kort luisterboek. Hij is letterlijk, als je hem gewoon op normale snelheid afspeelt, 1 uur en 29 minuten. En volgens mij gaat het dus over
een jongen die iets met muziek doet. Hij is geboren met de unieke en verschrikkelijke gave om met geluid de wereld te veranderen en misschien wel te beëindigen. Het is dus speciaal voor Storytel een ode aan de schoonheid van geluid en aanklacht tegen de lawaai-maatschappij van vandaag de dag. Het is meer dan een luisterboek. Het is een meeslepend en razendspannende luisterervaring die je niet snel zult vergeten. Ik ben dus heel benieuwd. Het is dus inderdaad niet gewoon een luisterboek waarin er alleen maar wordt voorgelezen, maar er schijnt dus ook allemaal geluidseffecten te zijn. Oh wacht, er is een voorbeeld. De eerste geluiden die ieder van ons hoort, zijn de geluiden van onszelf en van onze moeder. Oh my god, ik ben heel benieuwd als ik dit zo hoor. Sinds die op Storytel staat, sinds een maand, twee maanden of zo, wil ik hem wel heel graag luisteren. Dus ik ga dat zo meteen doen. Het is dus een exclusive van Storytel, dus mocht je ook benieuwd zijn, dan zal ik mijn linkje in de beschrijving zetten voor 30 dagen gratis Storytel. Ik heb het er vaker over, ik ben voor hun een affiliate. Maar dit is gewoon echt een hele toffe exclusive waar je ook nergens anders... kun je hem luisteren. Dus ik vind het heel tof. Ik ben heel benieuwd. Ik ben echt fan van Thomas Oldeheuvelt. Maar dit is natuurlijk echt heel iets anders dan zijn normale thrillers, horrorachtige boeken die hij maakt. Dus deze ga ik luisteren. Mocht je dus benieuwd zijn of überhaupt luisterboeken willen proberen, staat er in de beschrijving een linkje voor 30 dagen gratis Storytel. Ik ben dus een affiliate van Storytel. Wat betekent dat als jij je aanmeldt via die link voor 30 dagen gratis, waar je niks extra's mee betaalt, ik een klein bedrag krijg per aanmelding. Dus ik ga mijn nagels doen. Ik pak mijn ijskoffietje erbij. Helaas waren er nog geen ijsblokjes in de koelkast, dus hij is niet zo koud als ik dat zou willen, maar alsnog mega lekker. Ik heb dit echt gemist, ijskoffietjes en zo. En ik denk dat als ik mijn nagels heb gedaan, dat ik daarna eventjes een intro voor een leesvlog ga filmen. Want ik ben op dit moment dus een beetje tussen boeken. En ik wil een nieuwe leesvlog gaan starten waarin ik mijn hoogst gerate en laagst gerate boek op Goodreads van mijn TBR gaan lezen. Die komt voor jullie over een tijdje online. Maar die wil ik ook voor mijn vakantie nog af hebben. Dus ik wil er eigenlijk vandaag wel mee beginnen. Dus even mijn nagels doen. Dan kunnen we daarna de video intro gaan opnemen. Het is echt al 2:15. Ja, ik weet het. Het is een rustig dagje, maar dan toch gaat de tijd altijd zo snel. Ik weet niet wat dat is, maar dan zit ik één video te kijken op YouTube. En dan kijk ik er vervolgens drie van elk een half uur à drie kwartier en dan zijn we een paar uur verder. Dus let's go do something zonder scherm. Nou ja, ik zet hem even aan op mijn scherm, maar je snapt het idee. Mijn nagels zijn gedaan. Ik heb de intro voor mijn boekenvideo gefilmd. En ik heb dus Muze van Thomas Oldeheuvelt geluisterd. Het was dus maar 1,5 uur, dus prima te doen. En ik weet dus niet zo goed wat ik ervan moet vinden. Ik heb echt een beetje gemixte gevoelens. Want aan de ene kant vind ik het heel tof. Heel anders dan alle andere boeken, luisterboeken die ik ooit heb gelezen of geluisterd. Het is dus ook alleen in luisterformat uitgebracht, puur vanwege alle special effects qua geluid. En ik vind het hele verhaal heel erg cool, want het is echt zo typisch wat je van Thomas Oldeheuvelt gewend bent. Ja, een beetje gruwelijk, een beetje dat je op het randje van je stoel zit met wat is er gaande. Het hoofdkarakter hoort dus extreem veel. Hij hoort echt alles, zelfs het kloppen van het hart van een insect, zeg maar, hoort hij. Als hij bijvoorbeeld de bank aanraakt, hoort hij alle geluiden en alle dingen die er ooit op die bank zijn plaatsgevonden. Dus het is echt dat ik denk van, wow, overprikkeld to the max. En daar kon ik me aan de ene kant als hoogsensitief persoon best wel in verplaatsen. Maar aan de andere kant was het dus ook dat het echt heel erg werd neergezet in de geluiden van, joh, die overprikkeling, hè. Dat de geluiden hard waren, dat de geluiden veel door elkaar waren. En dat maakte het voor mij dus ook minder fijn om naar te luisteren. Daar komt Sinna even langs bij jullie. De geluiden waren gewoon hard en veel door elkaar en soms heel schel. Tipje als je hem gaat luisteren, luister dit niet met oordopjes in, maar gewoon op je telefoon of iets daar of op een luidspreker. Maar niet direct in je oor, want sommige geluiden zijn echt niet leuk midden in je oor. Ik ben heel blij dat ik dat niet heb gedaan. En het is meer echt een boek om inderdaad echt op te focussen. Dus ik zou hem niet gaan doen tijdens het koken of tijdens een wandeling of zo. Ik ben zelf, zoals je ook al kon zien in de beelden hiervoor, uiteindelijk gewoon rustig hier op de bank gaan liggen, luisteren. En dat is ook het meest ideale. Volgens mij
Zijn er ook bepaalde voorstellingen die je dan echt in een theater in het donker kan luisteren hiernaar? Maar dat is denk ik ook wel een hele toffe atmosfeer om het te luisteren. Om inderdaad in het donker te gaan zitten met alleen die geluiden. Ja, ik weet het niet. Ik vond het dus heel tof. Ik vind het concept heel tof. Ik vond het verhaal heel tof. Maar ik raakte er dus overprikkeld van. En dat maakte de hele luisterervaring ook weer minder fijn. Terwijl ik ook snap waarom die keuze is gemaakt. Want het is juist de bedoeling dat je doorhebt hoe overprikkeld die hoofdpersoon is in onze lawaai-maatschappij, zoals Thomas het ook al noemt. Dus ja, ik vond het heel erg tof. Ik geef hem uiteindelijk 3 sterren. Zeker wel een aanrader als je het wilt proberen. Luister het dus niet met oortjes in. Dat is mijn grootste tip. Verder is het nu dus 4:30 ongeveer. En ik dacht dus, oh, ik ga lekker even buiten zitten. Want gezien dat boek dus niet in mijn oortjes te luisteren was, heb ik dat maar niet in de tuin gedaan. Dus ik dacht, oh, dan ga ik daarna lekker in de tuin zitten lezen voor mijn leesvlog. Maar de zon is verdwenen. Maar in plaats van in de tuin ga ik nu gewoon lekker hier op de bank zitten, denk ik. Met dus mijn volgende boek, Infinity Sun. Dat is dus een van de boeken die ik voor die leesvlog ga lezen. Ga ik dus verder ook in deze vlog niet op in. Maar daar ga ik lekker in beginnen. Lekker hier op de bank. Totdat mijn moeder thuis komt. En dan kan ik straks lekker gaan koken en zo. Gewoon een heel chill dagje. Ja, ik weet niet. Vandaar ook dat ik elke keer denk van ja, moet ik nou vloggen? Want ik weet niet wat ik nou precies wil filmen. Je merkt het op mijn vrije dagen, chill ik vooral, lees ik vooral. Dus laat vooral weten of je dit soort chill day at home vlogjes leuk vindt om te zien. Binnenkort natuurlijk ook leuke vakantievlogs. En volgende week ga ik iets anders leuks doen. Dus daarvan komt ook binnenkort een vlog online. Ik weet niet meer precies mijn uploadschema. Maar voor nu ga ik lekker op de bank ploffen totdat mama thuis komt. En daarna lekker taco's maken en eten. Daar heb ik echt heel veel zin in. Inmiddels is mama thuis en die staat alweer op het punt om weg te gaan. Wij hebben even een paar dozen gevuld. Ik hou even mijn hand hiervoor. Met allemaal boeken die weggaan. Dit is mijn doos. Hieronder mama's doos. We kwamen er in het opruimproces achter dat mama verdorie een oude editie van The Hobbit heeft die gesigneerd is door Tolkien. Ik zei al, als je ooit geld nodig hebt, verkoop dat boek en je bent volgens mij gewoon stinkend rijk. Dat zal al leven al. Nah, het is niet gelijk stinkend rijk, maar het zal aardig wat op. Maar goed, die dozen met boeken, die gaat mama nu wegbrengen. Want we hebben dus hier, in plaats van op Koningsdag, hebben wij hier in de buurt op 5 mei een vrije markt. En de gemeente doet dit? Of is het een organisatie? Dit is van de kerk. Oh, van de kerk. Dan kan je al je boeken dus, die je zelf weg wil doen, die nog van goede kwaliteit zijn, die kun je dus weggeven en dan gaan zij het verkopen voor het goede doel. Dus we dachten, top manier, want ik heb toch mijn boeken uitgezocht, kunnen ze gelijk een goed doel steunen. Dus die had mama even wegbrengen. Ga ik ondertussen koken. Graag. Ja? Ja. Zit er taco's? Ja, daar zou ik het mee moeten doen, denk ik. Mama is altijd heel blij met taco's. Niet zozeer omdat ze het niet lekker vindt, maar omdat ze ze onhandig eten vindt.